Hoi, goedemorgen. Ik had vanochtend niet zoveel tijd, dus vandaar dat ik het nu doe. Welkom bij een nieuwe It's Only a Week Time. En ik ben inmiddels weer op stage. En we gaan vandaag weer een hele leuke dag ervoor maken. Ja! En ik heb mijn haar gesteld, maar het is niet meer helemaal gelukt. Jammer. En het was tijd om te lunchen. En ik heb weer lekker quinoa salade. Eigenlijk weer precies hetzelfde als vorige keer. En ik weet niet waarom je niet scherp stelt. Jawel. Scherp stelt. Het is moeilijk vandaag. En ja, ik heb gewoon weer hetzelfde als vorige week. Dus als je dat wil zien, moet je gewoon even naar de vlog van vorige week kijken. Ja, ik zet hem in de beschrijving. Er is wat leuks gebeurd. Op IMTV, dat is een YouTube kanaal van het bedrijf waar ik stage loop. Van de Clippersfabriek. Als jullie even kijken bij IMTV, het YouTube kanaal. Dan zie je daar een filmpje waar ik presenteer. Lekker leuk. Kunnen je viewers het zien, hè? Dit is even een teaser. Basisinkomen houdt eigenlijk in het gegeven. En de rest laat ik lekker niet zien, want de rest moeten jullie lekker zelf kijken. Ja! Oh ja, voor de mensen die te lui zijn om het zelf op te zoeken, link staat in de beschrijving. Ja. Zo, ik ben lekker aan het editen. En nu is het tijd voor sinaasappel en thee. Zullen we weer deze thee? Ik vind hem best wel lekker, eigenlijk. Fair trade. Dat kun je niet zien, want hij staat niet scherp. En ik heb net gehoord dat ik morgen Miss Lipgloss, zeg maar, er komt een soort van interview. Wij gaan hun in ieder geval filmen. En nog een paar andere mensen, maar die ken ik eigenlijk niet. En ik ga hun filmpje monteren. Dus dat is ook wel grappig. Misschien dat ik heel stiekem even film. Maar ik denk niet dat ze het leuk vinden om heel erg gefilmd te worden. Dus wie weet, morgen. Inmiddels weer thuis. En Jeffrey is ook. Die is lekker tv aan het kijken. Nee, die heeft net de groente gesneden, dus hij mag het. En we gaan zelf pasta saus maken. Het is toch weer eens wat gezonder dan een pakje. Dat doe ik meestal namelijk. Ik kan het niet meer uitgebreid laten zien. Maar ik heb knoflook en ui. Toen tomatenprut. En toen courgette. En ik doe er straks nog tomatenpuree bij. En ja, dan nog wat kruiden. Pasta met bouillon. En speciaal voor Jeffrey vlees. Of ja, gehakt. En dan gaat hij losgehakt door zijn saus doen. En ik ga olijven er doorheen doen, want dat lust Jeffrey weer niet. God, wat zijn we moeilijk. En ik ga ook wat rode paprika er doorheen doen, want dat lust Jeffrey ook niet. Dus ja. Ja. Nou, het is klaar hoor. Van mij pasta en pastasaus. En we hadden te weinig pasta gemaakt. Met paprika en olijven. En Jeffrey heeft met kaas en gehakt. Lekker! Eet smakelijk! We hebben net dus te weinig pasta gemaakt, dus ik maak nu nog een keer pasta. Maar ik vond het zonde, want ik had dan een extra bouillonblokje ervoor gebruikt. Dus ik ga meteen aardappelen koken. Ik wil namelijk aardappelsalade maken, dus dan moet je sowieso afgekoelde aardappelen hebben. Dus die kan ik gewoon in de koelkast bewaren. En dan ga ik met deze lepel de pasta eruit vissen. En dan gaan de aardappels erin. Maar ik ga ze natuurlijk nog wel even schillen. En dan moet ze 20 minuten moeten ze in kokend heet water. En bordje nummer 2. En eindelijk weer een filmavondje. Ja. Een Jeffine filmavondje. Goedemorgen, het is vandaag 10 februari en ik heb net mijn video erop gezet. Gisteravond ging ik met Jeffrey Big Hero 6 kijken. En het was best een leuke film, een Disney film. Over een robot en een kindje. En het kindje lijkt echt op Jeffrey. In de getekende vorm. En Jeffrey zit boven mij. Daarom kraakt. En ik ga nu lekker ontbijten. Met amandel, havermout en agave. En ik heb ook chiazaad over. Kun je niet echt zien, want het is donker. En dan ga ik straks naar stage. We hebben net Anne van Your Little Black Book geïnterviewd. En Miss Lipgloss. Die is nog op de achtergrond bezig. Maar ja, om haar na te filmen vind ik een beetje stom. Hier zijn allemaal broodjes. En ik kan gewoon niks eten. En ik vind het echt heel erg. Ik vind het echt best wel naar. Dus gewoon eten. En ik mag gewoon niks. Dus ik ga lekker genieten van mijn salade. Mijn quinoa salade. En ik van mijn broodje. En Nathalie van haar broodje. Volgende maand, hè. Dan ga ik gewoon payback. Dan ga ik gewoon alle broodjes opeten. Het ziet er niet meer super lekker uit, maar dit is het. En de olijfolie is gelekt. Ik ben heel blij dat ik een plastic tasje ermee gedaan had. Ik had het al voorspeld. Maar het is dus olijfolie gelekt. Dus dat hele doosje is plakkerig. Maar ja, dat. Ja, en zoals ik al zei, we hebben net Miss Lipgloss vragen mogen stellen. En ik vond het heel erg interessant. Hoi. Dus en dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Nou, we hebben net nog een paar gehad. En ik kan het echt niet laten. Ik moet even chocola. Dit is extra puur.
is gewoon vegan, dus ik mag het hebben. En Nathalie wil ook een stukje. Nou, inmiddels is het 5 uur. We zijn klaar. Ja, ik vond het echt super inspirerend. En Annabel is nu lekker aan het uitlachen. En nu gaan we lekker naar huis. En Jeffrey is nog thuis, dus ik ga nog met Jeffrey eten. En ik weet nog niet wat ik ga eten. Maar dat zien we zo. Vandaag ga ik pompoen zoete aardappelsoep maken met een beetje gember. Ik heb net een knoflook gesneden en gember. En zo zag de meloen er ongeveer uit, maar dan helemaal. En het is best wel hard. Maar die ga ik in stukjes snijden en de zoete aardappel ook. En die doe ik dan in de soep en die ga ik later pureren. Maar nu eerst de uitjes en gember en water en bouillon. Ik heb aardappelsalade gemaakt. Ik had gisteren aardappels gekookt. Vastkokende aardappelen had ik gefilmd. Daar heb ik, ja, het ziet er misschien niet zo lekker uit, maar het is echt heel lekker. Ik heb cayennepeper erbij gedaan, zout en peper. Ja, ik stel tegen een ding aan. En patatkruiden. Verder augurkje zit erdoor, een uitje zit erdoor. En eivrije mayonaise, want ja, ik mag natuurlijk geen normale mayonaise. Zonder ei, die mag ik dus gewoon eten. Ja. Het is echt super lekker. Ja, de soep is bijna klaar. Dit is het nu. Aardappel, zoete aardappel en pompoen. En nu ga ik het blenden. En dan ziet het er meer uit als soep. En toen was de soep klaar. Het is misschien niet de mooiste soep. Wij vinden het op appelsap lijken. Op appelmoes. Wat vind jij? Ja. Appelmoes. Dat is weer appelmoes met aardappelen mee. Maar het smaakt wel gewoon naar pompoen en zoete aardappel. Ja. Oké, het was de eerste keer dat we die soep maakten. En op zich, de soep was zeg maar echt prima gelukt. Maar de substantie en de smaak en alles. Ik ben nu echt misselijk. Ik heb echt het gevoel dat ik moet kotsen door die soep. Omdat gewoon de structuur of zo, omdat ik het gewoon niet lekker vind. Dus ik weet nou eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen, want ik wil het niet weggooien. Misschien dat ik het weg kan geven aan iemand die het wel lekker vindt, maar. Maar je hebt wel goed je best gedaan. Ik heb wel goed mijn best gedaan. Want het duurde. Pardon, fucking. Zo! Duurde fucking lang voordat ik gemaakt. Laten we erin. The fuck, de vorige keer deed ik ook al een boer in mijn vlog. Ben ik toch een ordinair wijf eigenlijk? Ordinair, hè? Ordinair wijf. Nee, maar boertjes horen erbij. En ik ga nu mijn make-up eraf halen en mijn tanden poetsen. En dan, nee, niet mijn tanden poetsen, maar ik heb misschien nog een toetje. Maar wel mijn make-up eraf halen. Oké? Zeg maar dag, Jeffrey. Doei. Oh, ik ben zo ontzettend moe. Ik ga nu al slapen en ik ga morgen om 6:15 heb ik een wekker gezet om te douchen. Jeffrey gaat nog zijn serie even kijken en dan gaat hij ook mee slapen. Ja. Dan slapen we om. Hoe laat is het nu? Nu 5:10. 5:10, yay. Jeffrey ligt nog op bed. Dat hoor je nu kraken. En ik ga nu ontbijten met havermout en amandelmelk. En agave siroop. Eigenlijk hetzelfde als elke dag. En ik neem mijn computer aan en ik zie dit. Zo lief. Ik hou van jou. Ja. I woke up like this. Nee, oké, grapje. Nee. Wat nou? Jeffrey zit op de wc mee te schreeuwen. Maar ik heb inderdaad mijn haar echt gefund en gesteld. En ik vind het er eigenlijk best wel leuk uitzien. Het is zo stijl. Ik had gisteren al gesteld, maar toen bleef het niet zitten. Dus ik hoop dat het vandaag wel blijft zitten. Maar nou is het in ieder geval zo. En ik vind het wel leuk. Ik vind het stijl sowieso leuk. Het was de tijd dat ik mijn haar iedere dag stelde. Maar dat is een beetje slecht. Dus ik ga het ook niet te vaak doen, denk ik. Maar ik vind het nu toch wel weer leuk. Ik heb nu toch weer stijlkriebels. Dus ja. Nou, inmiddels is het tijd voor de lunch. En ik eet de aardappelsalade die ik gisteren heb gemaakt. En ik vind hem echt super lekker uitzien. En ik ga hem nu opeten. Nou, inmiddels is het 6:30. En 6:56. En ik ben de laatste. Het is leeg. En ik weet niet, maar ik was echt de tijd een beetje vergeten ook. Ik was aan het editen. Ik ben het filmpje van Miss Lipgloss aan het editen voor Viva. Dat is een heel groot blad. Dus dat is echt super gaaf. En ja, ik vind editen sowieso niet erg of zo om te doen. En als ik er eenmaal mee bezig ben, dan blijf ik ook echt doorgaan. Dus ja, ik vind het wel echt heel tof om voor Miss Lipgloss en Viva dan iets te editen. Maar nu is het wel echt tijd om naar huis te gaan. En ik ben nog niet wat gekookt. Ik denk dat ik vanavond broccoli pasta ga maken. Dat maakt mijn moeder altijd. En ik hoop dat het mij ook lukt. Als het lukt, ik zal het recept zo laten zien.
Dus op naar huis. Nou, ik ben inmiddels thuis. Ik ben echt best wel pissig gewoon. Want ik had laatst, ik weet niet of je al mijn vlogs kijkt. Maar als je al mijn vlogs hebt gezien, heb je gezien dat ik een maand terug of zo, dat ik een brief op de post deed voor Fit for Free. Om het op te zeggen. En ze hebben gewoon doodleuk van mijn rekening afgeschreven. Ik heb al 4 keer gebeld en ik heb een brief gestuurd. En ze houden maar gewoon niet op. En ja, ik ga het nu dan terug laten boeken, maar ik hoop dat dat werkt. En ik vind het echt belachelijk. Ik heb 4 keer gebeld. Toen zei ze eerst dat het telefonisch kon. En toen kon het alleen via een brief. Dus toen heb ik een brief gestuurd. Het werkt ook niet blijkbaar. Dus ik weet niet wat er allemaal fout gaat. Maar ik vind het echt niet normaal. Dus ja, laat het een waarschuwing zijn. Ik heb al meerdere negatieve reacties gekregen over Fit for Free. Onder mijn video's. Ja, als je graag naar een sportschool wil, doe maar niet Fit for Free. Want je komt er echt niet meer vanaf. Dus ik vind het echt ik vind het echt belachelijk. Ik ben echt zwaar pist gewoon. Maar ja, ik ga lekker eten maken. En ja, morgen ga ik dus tijdens mijn pauze ga ik bellen naar Fit for Free. Want ik vind het echt niet kunnen. Ik vind het echt ik ben best wel pissig, ja. Oké, ik heb het recept van mijn moeder. Ik heb hier broccoli, de steel, heb ik in stukjes gesneden met knoflook en ui. Verder heb ik al een tijdje pasta met bouillon, of ja, water met bouillon opstaan om te koken. Daar heb ik nu spaghetti bij gedaan en iets later de broccoli roosjes. Dus die kunnen met elkaar koken in de bouillon, super lekker. En nu ga ik in olijfolie, dus wat ik net op mijn snijplank had, ga ik allemaal bakken in een pan. En dan maar hopen dat het lekker wordt. En dit is het eindresultaat. En het is echt super makkelijk te maken. En ik hoop dat het ook super lekker is natuurlijk. Dus dat gaan we nu ondervinden. Ik hoop dat het net zo lekker is als die van mijn moeder. Ik vond het echt heel erg lekker. Het was echt super snel klaar. Ik denk dat ik binnen 20 minuten klaar was of zo. En het is ook nog super goedkoop. Want het enige wat je hoeft te kopen is knoflook, ui, broccoli, olijfolie en pasta. Of spaghetti. Maar de meeste mensen hebben al olijfolie, ui en knoflook in huis. Dus het enige wat je hoeft te kopen is dan broccoli en pasta. En sommige mensen hebben pasta ook wel in huis. Dus wat dat betreft het is echt een aanrader. Wel een beetje zout overdoen trouwens. Oké, ik heb net Pretty Little Liars gezien. En het is echt gewoon... Ik weet niet. Ik begin echt bijna een hekel te krijgen aan de serie. Ik hou ervan. Maar ik kan er niet tegen dat ik iedere keer een week moet wachten. Voordat ik weer een nieuwe serie zie. Of een nieuwe aflevering zie. En bij je aflevering weet je toch nooit wie E is gewoon. Het is gewoon altijd... Moet je... Ja, je weet gewoon nooit wie de moordenaar is. En ik wil het gewoon weten. Ik wil het echt gewoon weten. En ik wil gewoon weten wie E is. En ik ben er klaar mee met elke week wachten. Dus ik hoop echt dat ik er snel achter kom. Maar er komen nog 2 seizoenen. Dus fuck de leven. En verder komt er zaterdag... Komt er een introductievideo voor mijn kanaal. En ik heb... Ik ben nu 3 jaar met YouTube bezig, maar ik heb nog nooit een introductievideo gemaakt. Ik ben best wel trots op het eindresultaat. En ja, zaterdag komt hij dus online om 1 uur. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En ja, hierbij sluit ik deze It's Only a Week Time af. En heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!